Dag beste kijkers, welkom op Klaagmuur TV, ditmaal vanuit Parijs op de grote betoging tegen het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Eén papa, één mama, heel gewoon. Wanneer we vernemen dat in de Zweedse en Britse kleuterscholen, die als bijzonder vooruitstrevend gelden, het gebruik van het woord vader en moeder door de begeleiders is verboden, dan wisselen de gevoelens in de regel tussen hoofdschudden en verontwaardiging. Maar wat is het motief voor deze absurditeit? Kinderen die men eerste adoptie heeft aangedaan door een echtpaar van gelijk geslacht, moeten nu niet het gevoel hebben dat anderen iets hebben wat hun ontbreekt. Het begrip voor het normale wordt zo gewoon tot taboe gemaakt. Daarvoor zijn ook veel Fransen wel bang. Daarom gaan ze vandaag, 13 januari 2013, met duizenden op de straten, met affiches zoals ja aan het gezin en één papa, één mama, heel gewoon, brachten ze hun weerstand tot uitdrukking tegen het nieuwe wetsontwerp in hun land voor de legalisering van het homohuwelijk en het adoptierecht voor paren van hetzelfde geslacht. Of dit gehoor vindt, blijft onzeker, want de EU heeft de formulering gezin zelfs al uit haar nomenclatuur verwijderd en door een nieuw begrip vervangen dat luidt intergenerationeel solidariteitsverbond.